Beste modelsporthobbyist, in deze video leg ik je uit hoe je je eigen HC88 interface kunt maken waarmee je je S88 modules rechtstreeks op je computer aan kunt sluiten via een USB-kabel. En natuurlijk leg ik ook uit hoe je deze HC88 interface kunt gebruiken in Rockrill. Ik wens je veel plezier met deze video. Het idee voor deze HC88 heb ik van een Duitsstalige website. De link voor deze website vind je in de beschrijving bij de video. Ik raad je aan deze website dus te raadplegen, want er staan nog veel meer leuke ideeën. Ik maak deze video met toestemming van de bedenker van de HC88, tevens auteur van de website. Even een waarschuwing vooraf. De Arduino's worden gevoed met 5 volt via de USB-poort van je computer. De HC88 werkt dan ook alleen met bezetmelders op 5 volt. Er zijn ook bezetmelders die werken met 15 volt. Die kun je dus niet gebruiken met deze HC88. Voor deze HC88 interface heb je de volgende onderdelen nodig. Een Arduino Uno of een Arduino Nano met een adapterboordje, een netwerkkabel, een USB-kabel en een stukje software. Ik heb bij deze netwerkkabel één stekker eraf geknipt en daar een aantal headerpins aan gesoldeerd in twee groepjes, een groepje van 3 en een groepje van 4. En deze headerpins met die draadjes, die moet je op de volgende manier met de Arduino Uno verbinden. De oranje-witte draad, die gaat naar de 5 volt. De groen-witte en de blauw-witte, die gaan naar de ground. En dat vind je dus hier linksonder. 5 volt en 2 maal de ground. De oranje gaat naar D2, de blauwe gaat naar D4, de groene gaat naar D5 en de bruin-witte gaat naar D6. En dat vind je hier rechtsonder en D3 wordt dus overgeslagen. De bruine draad, die gebruik je niet, dus die heb ik heel kort afgeknipt. Op deze foto ontbreekt nog de 100 kilo-ohm weerstand die je eigenlijk tussen D2 en de ground moet solderen. Voor de Arduino Nano heb ik deze Nano op een adapterboordje geprikt en het voordeel daarvan vind ik dat je gewoon je kabeltjes met zo'n eindkabelhulsje daarin vast kunt schroeven. Die verbinding vind ik zelf wat stabieler. En de verdeling van de draadjes over de pinnen is eigenlijk precies hetzelfde als bij de Uno. Oranje-wit gaat naar de 5 volt en hier heb ik de groen-wit en de blauw-wit samengevoegd in één kabelhulsje. En die gaan dus naar de ground. Oranje gaat weer naar D2, blauw naar D4, groen naar D5 en bruin-wit naar D6. En dat vind je hier aan de andere kant van de Nano. De bruine draad wordt wederom niet gebruikt. En hier heb ik dus wel een 100 kilo-ohm weerstand geplaatst tussen D2 en de ground. En deze weerstand die voorkomt onjuiste meldingen. Voor de software ga je naar de website die ik hier heb weergegeven en de link staat in de beschrijving van de video. Daar kan je gewoon op klikken, hoef je niet alles over te typen. Op deze website heb je de firmware nodig. Dat zijn de instellingen voor de Arduino Uno of de Arduino Nano. En je hebt de Xloader Master nodig. Dat is een klein programmaatje. Dat heb je nodig om die firmware op de Uno of de Nano te installeren. En ik laat je nu zien waar je dat kunt vinden en hoe dat installeren in zijn werk gaat. Want ik zit hier op de website waarvan ik de link net heb getoond. Ik raad je aan om die website eens even goed te bekijken. Er staan hele leuke tips op over hoe je onder andere de HC88 interface in zo'n leuke doos kunt bouwen. Voor nu ga ik even een heel eind naar beneden. En dan kom ik bij het kopje Nachtbau S88 scanner met Uno of de Nano en daar staat de software die ik nodig heb. Als eerste klik ik hier op de optie firmware software. Dan wordt er een nieuw venster geopend, dat kan in een andere browser anders zijn. En dan wordt het hexbestand waarvan je de volledige naam hier ziet in je download directory geplaatst op het moment dat je op downloaden klikt. Dan ga ik naar xloader.exe en als ik daarop klik, dan kom ik op de website github.com en dan klik ik op code
en dan op download zip. En daarmee wordt de hele code van de xloader ook weer in je download directory geplaatst. Wel, ik heb de beide bestanden even in een apart mapje HSI88 downloads gezet. Dat hoeft natuurlijk niet, maar mijn downloads map, daar staan veel meer bestanden in. Dus voor het overzicht doe ik het even zo. En in Windows is dat een kwestie van rechtsklikken, alles uitpakken en gewoon op uitpakken klikken. En dan zie je dus dat er een nieuw mapje xloader master ontstaat. En daarop kan ik dubbelklikken. En daarin zit dan weer een submap xloader master. En hier start ik het programma xloader.exe. Ik hoef niks te installeren. Dit is gewoon een kwestie van het programmaatje starten. In dit veld moet ik nu het .hex bestand selecteren. Dat doe ik door op die drie puntjes te klikken. En dan kom ik, omdat ik dat al een keer gedaan had, vanzelf in de map downloads HSI88 downloads. Dit is het bestand met alle configuratieinstellingen, de firmware. En daar klik ik op en ik klik op openen. Dan moet ik hier het juiste bordje selecteren. Wel, ik heb een Nano met een ATmega 328. In het andere geval, als je het op de Uno installeert, dan selecteer je deze. Het is niet geschikt voor de Mega, dus het is een van deze twee. Ik gebruik de Nano. Bij COM-poort is het een kwestie van de juiste COM-poort selecteren. Die baud rate, die wordt automatisch ingevuld. En dan klik ik op upload en dat duurt een paar seconden. En dan zie je dat er 5524 bytes is geüpload. En daarmee is mijn HSI88 interface klaar voor gebruik. Om de HSI88 interface in Rockrail te kunnen gebruiken, moet ik hem toevoegen als centrale. Dat doe ik via het menu bestand Rockrail eigenschappen. Op het tabblad centrale en daar staat natuurlijk al mijn DCC-EX centrale. En dan zoek ik hier in het tabblad nieuw, daar zoek ik dus de HSI88. Dat is deze. En ik klik op toevoegen. En dan selecteer ik de regel en ik klik op eigenschappen. Ik noem deze centrale HSI88. Ik moet nog aangeven dat die is aangesloten op COM6. De baud rate is 9600. En hier moet ik aangeven hoeveel S88 modules ik heb aangesloten. Wel, ik heb er maar één aangesloten. Als je de meerdere hebt aangesloten, geef je het totale aantal hier aan in dit vakje links. De optie CTS, die moet ik uitzetten. Dat heeft te maken met de chip die op de Arduino Nano zit. Die ondersteunt deze optie niet. Nou, nu is het een kwestie van oké, en ik heb een centrale toegevoegd en nu moet ik Rockrail opnieuw opstarten. Wel, ik heb Rockrail opnieuw opgestart en dan ga ik nu naar de eigenschappen van deze melder. En omdat ik nu twee centrales heb, moet ik er bij de eigenschappen van de melder voor zorgen dat ik hier het interface ID invul. En als ik deze even openvouw, dan is de Eligo, dat is mijn DCC-EX centrale. Eligo is het merk van de Arduino Mega, waar ik de centrale mee gemaakt heb. En HSI88, dat is dus de interface ID van de HSI88 die ik zojuist heb toegevoegd. Doe je dit niet, dan weet Rockrail dus niet langs welke centrale de signalen van deze melder binnen moeten komen. Ik heb de meldermonitor gebruikt om deze adressen te achterhalen. Ik ga er inmiddels vanuit dat je weet hoe dat werkt. En ik zal je nu laten zien dat het ook inderdaad werkt. Wel, het is even een klein stukje rails met vier melders. Alle vier de melders hebben een eigen adres. En bij elke melder heb ik dus ook op de tabblad interface de HSI88 als interface ID aangegeven. Wel, ik zet de voeding aan, de automode aan. En ik ga eens even kijken of de BR81 wil rijden. Wel, zoals je ziet worden de melders keurig netjes geactiveerd. De lok remt af met de block brake timer en komt op deze melder tot stilstand. En na een bepaalde wachttijd rijdt de locomotief weer heen en weer. Test geslaagd. Wel, hiermee ben ik aan het eind gekomen van mijn video over de HSI88 interface.
Ik lees graag op YouTube wat je ervan vond. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.